Antifascisme. Ik ben van de AFVN, de Vereniging van Antifascisten. En waarom is dat nog actueel, antifascisme? En wat is dat dan? Nou, stel je de antifascist voor als een reiziger, een soort backpacker met bestemming betere toekomst. Wat zit er dan allemaal in zijn bagage? Nou, als de antifascist op pad gaat, wat kan hij allemaal tegenkomen? Hij neemt in elk geval mee de 4 V's. He, dus hij gaat op pad en stel dat hij dan iemand tegenkomt die tekeer gaat tegen mensen met een hoofddoek en die probeert van de weg af te krijgen. Nou, dan heb je de eerste V, de vriendschap tussen volkeren. Of de reis kan verstoord worden door luchtaanvallen of een troepenmacht die het pad blokkeert. Dan heb je de tweede V, de V van vrede. Of het kan zijn dat je überhaupt helemaal niet meer mag verder reizen. Dan heb je de derde V, de V van vrijheid. En die vierde V dan, die kun je altijd en overal gebruiken. Dat is de V van het verleden, de ervaringen van het verleden, beter gezegd. Nou, met deze bagage hebben 1000 jongeren uit heel Europa voorgemaakt, zijn bijeengekomen in voormalig concentratiekamp Buchenwald voor een conferentie. En die conferentie die vond plaats in de sfeer van een eed die daar in april 1945 is afgelegd. En de eed, een stukje van de eed, luidt als volgt. Ons parool is de vernietiging van een nazidom met al zijn wortels. De opbouw van een nieuwe wereld van vrede en vrijheid is ons doel. Dus in deze sfeer vond de conferentie plaats. Nou, de jongeren die daar zijn geweest, die hebben het kamp bezocht. Die hebben ook ontmoetingen gehad met de kampoverlevenden. En er zijn ook debatten geweest over extreem rechts nu. Want dat steekt alweer 10 jaar, zeker de laatste 10 jaar, steekt dat weer lelijk de kop op. He, de zondebokken zijn nu de moslims, de Marokkanen, de Polen, de Antillianen, de vluchtelingen. Maar zij zijn natuurlijk niet het probleem. Net zo min als de Joden dat destijds waren. Wel een probleem is dat bevolkingsgroepen tegen elkaar uitgespeeld worden. Wel een probleem is dat extreem rechts in rap tempo groeit. Wel een probleem is dat extreem rechts de boel afleidt van allerlei sociale issues. Zoals? Terrorisme. Dat is ook zoiets waar we, wat ons voorgespiegeld wordt als een enorm groot probleem. Maar wat ik een groter probleem vind, is de hele war on terror. Hè? Het antwoord van Bush op datzelfde terrorisme. Want het geeft een excuus om oorlog te voeren. Om landen binnen te vallen, om ze te bezetten. Kijk maar naar Afghanistan, kijk maar naar Irak en who's next? Iran misschien. Het is ook een excuus, de war on terror, om wetgeving in te voeren waardoor democratische rechten worden ingeperkt. En waardoor we steeds meer in de gaten worden gehouden. En zeker als je politiek actief bent, er is nu een Europese database waarin dus politiek activisten worden gevolgd eigenlijk. Hier in de openbare bibliotheek is het zelfs al zo, ik weet niet hoe het landelijk is, er stond ook een bord bij de balie. Elk boek dat wij dus hier lenen, wordt geregistreerd, wordt gecontroleerd. En daar kan de AIVD dus toegang toe krijgen. Nou, met dit alles is de reis richting betere toekomst heel erg lastig. Maar wat me erg van belang lijkt op dit moment, is aan te tonen dat extreem rechts, welke belangen extreem rechts dient. In die tijd, in de jaren 20 en 30, stonden er miljoenen achter Hitler. Ja, miljoenen Duitse marken van het bedrijfsleven wel te verstaan. En nu staan er tonnen euro's achter allerlei obscure bewegingen. Types als Wilders en Verdonk. Zij zijn er niet voor onze belangen. Zij vertegenwoordigen de belangen van de mensen met het grote geld. Op naar een betere toekomst dus. En hoe komen we daar? Nou, ik zou zeggen, sla hier linksaf. En dan kom je daar een bord tegen waarop staat: ons parool is de vernietiging van een nazidom met al zijn wortels. De opbouw van een nieuwe wereld van vrede en vrijheid is ons doel. En ga dan allemaal rechtdoor. Dankjewel.